Mensen, het is ongelooflijk. Je gelooft het niet. Het hele huis is af. Ja, 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 ja. Moet je zien. Helemaal afgemaakt. Echt, het lijkt best wel op Casa de Huts. Het is ongelooflijk. Nee. Grapje natuurlijk, ik ben natuurlijk nog thuis. Vandaag gaan we weer kijken bij mijn nieuw huis. Er zijn een paar dingetjes veranderd. En ik ga even een paar dingen meenemen die belangrijk zijn. En ik kreeg super veel vragen. Koen, wanneer weer een nieuwe verhuis was? Dus ik dacht, weet je wat? Dat ga ik doen. Ten eerste mensen, wat ik mee ga nemen is... dit heerlijke, lekkere stoeltje. Ja, 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 ja. Ik heb nog steeds niks gehoord of ik een dakterras mag plaatsen of niet. Dus ik ga er in ieder geval gewoon alvast zitten om even te wennen. Even te wennen aan het dakterras. Dat gaan jullie zo zien. En niet te vergeten dat we ook mee moeten nemen. Dit is een leuke grap van Mattie. Aangezien ik, ja, nou ja, aan het vloggen ben. Verhuisvlokken. Nou goed, ook die gaat mee. Ik zit eigenlijk nog aan het denken om even lekker een bloemetje te kopen voor het huis. Ik denk dat het huis het wel kan waarderen, dat die een lekker bloemetje krijgen. Er is dus nog wat gesloopt en je gaat het allemaal zien. Ik ga nu onderweg naar Amsterdam, even een stukje rijden. Ik ga ook, het is dom, ik ga ook weg om 4:15, dus zeker file aaien, weet je, boeien. Mensen! Even lekker abonneren. Zal ik nog even aan Mattie vragen of je iets heeft wat ik mee moet nemen naar mijn nieuwe huis? Ja, leuk, 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 leuk. Hey! Heb je nog wat leuks dat ik mee moet nemen naar mijn nieuwe huis om even een beetje aan te kleden het huis? Iets waarvan je denkt, nou, neem dit mee, dit is leuk. Wil je mijn playbutton hebben? Ja, 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 ja. Maar niet ja, mijn echte, hè? Oh. Gewoon die van Mattie, hè? Oké, okay, ja, ja, is goed. Wil je deze meenemen? Ja, thanks, man. Ik zal even een mooi plaatje maken. Dankjewel. Wil je niet meer? Ja, als je nog wat hebt. Ja. Leuk, ja, ja. Oh, deze valt wel uit elkaar. Ja, joh, dat maakt helemaal geen donder uit. Goed. Dankjewel, doei! Jonge Jack, wat is dit ongelooflijk jammer. Dit nummer had je zo met ons moeten opnemen. Dan had je echt een schitterend nummer gehad. En nu heb je gewoon een poep nummer. Echt helemaal verpest de meme. Ik ben ook helemaal klaar mee, jongen. Poep Jack, jongen. Jezus. Mensen, ik heb dus fantastisch nieuws dat ik eigenlijk niet wilde vertellen. Maar het huis is af. Het is ongelooflijk. Oh nee, nee. Toch niet? Want precies dezelfde ding zoals je eerst ligt, er is eigenlijk helemaal niks aan veranderd. Nee. Er is nog net wat meer gesloopt, dat ga ik je nu laten zien. Namelijk, eigenlijk twee dingen voornamelijk. Ten eerste, hier is een extra gat. Jezus, ik kan hier eigenlijk helemaal niet lopen, maar ik ben echt helemaal knetter. Dus ik loop er gewoon tussendoor. Kijk, hier, dat is onder de trap, zie je de trap. Hey, de trap. Hier komt de wasmachine, met een soort deurtje ervoor. En dit was eerst gewoon dicht. Dit is gewoon extra ruimte, mensen. Een extra vierkante meter. Hartstikke idee. Is dat even dikke, vette, pure wind? Dus zeg maar, hier wordt het zeg maar dichtgemaakt als badkamer. En dan komt daar dus de wasmachine. Aangezien ja, dat past makkelijk. Het enige probleem is dus dat je ziet, zit hier een buis. Maar we gaan even kijken of die buis misschien wat in kunnen korten. Aangezien dat is voor de ventilatie. Wat boeit dat nou, jongen? Ik stink toch niet. Dat is geen enkel probleem. Ik had jullie trouwens gevraagd of jullie een leuke naam hadden voor het nieuwe huis. Wacht, voordat ik dat ga checken, ga ik eerst even boven kijken. Daar heb ik ook nog iets veranderd. Het is ongelooflijk, maar we waren nog steeds een tikje zo groot gat. Pas op. Deze muur staat nog steeds. Die moet eigenlijk weg. Dus ik weet wel niet waarom die er nog staat. Maar die wordt waarschijnlijk weggehaald. Net zoals deze twee ijzeren dingen. Maar ja, dit is natuurlijk heel makkelijk weggaan. Nu kan het koffiezetapparaat nog op. Jongen, echt die trap, jongen. Ik kan er maar niet aan wennen. Jezus Christus. Kijk, hiervoor zat een muur. Dus ik dacht, als die muur nou weg is. Want deze muur hier, dit moet blijven. Dit is allemaal buizen van ventilatie en dingen. Maar ik dacht, als die buis nou heel dicht tegen die muur aan zitten. Dan kan die muur misschien wat kleiner. Dan kan ik een grotere keuken nemen. Maar die buis zit echt tot helemaal hier. Dus dat, ja, dat is echt zinloos. Dus dit was een zinloze ingreep. Wat toch weer waarschijnlijk geld heeft gekost. Wat ik achteraf denk, dat had ik net zo goed niet kunnen doen. Hey, het bankje is er nog. Dat is even lekker. Mensen, ik heb jullie gevraagd of jullie konden achterlaten. Leuke namen voor het huis. Laten we even kijken. Hey! Mensen, hoe gaat het met jullie? En mij gaat het goed. Ik had 500 antwoorden met topcomment Casa del Geldwolf. Leuk. Casa del Kaasje. Kaasje del Huts. Ja, leuk. Geldwolfs Osso. Leuk. Het Hutshuis. Kaaskeldertje. Het Knol. Nou goed, de namen waren in ieder geval helemaal... kut. Ja, dat is niet erg, maar wel. Ik heb trouwens een probleem. Dat ga ik u zo uitleggen. Eerst ga ik even de kamer inrichten met de spullen die ik heb gekregen en heb meegenomen. Want zoals jullie weten heb ik echt flink en aardig wat spullen meegenomen. Daar is helemaal niks mis mee. Wat vind je trouwens van mijn vette vlogstijl? Like de video, mensen. Dikke vette rips. Dat was ASMR. Abonneer! Ron Jans. Nee, dat is niks daar. Ja, prachtig. Daar staat hij, ons Ron. Mooi zeg, schitterend. Wat mooi. Oké, dan moet ik dus nog een originele plek ook bedenken voor de playbunden van Matt. Daar ga ik even over nadenken. Schitterend, absoluut schitterend. Hey! En als ik nou binnenkort nog eens honger heb...
De verhuisvlokken. Nou, mensen, wat heb je nog meer nodig in het leven dan dit? Ongelooflijk. Nou, echt. Ik zweer je, als je dit zo ziet, dan denk je toch eigenlijk van, het huis is klaar. Ja, even eerlijk. Alleen is het dan wel, als je het omdraait, zie je zeg maar dit. Dat is dan iets minder. Maar als je gewoon alleen dit ziet. Hey, mensen. Nou goed, ik heb dus ook slecht nieuws, maar daar kom ik zo op. Ten eerste had ik ook gevraagd van, hoe moet ik het doen met een tv-meubel? Of met een tv aanzien. Het loopt een beetje schuin hier. Ik kreeg denk ik wel 1 miljoen opmerkingen van Koen. Die trappen, jongen. Jezus. Ik wil 1 miljoen opmerkingen van Koen, wat je moet doen. Dat rijmt, dat is heel leuk. Je moet, en dat is heel handig, een tv-beugel die je dan kan bewegen zo. Nou, wil ik je bedanken voor dat idee. Dat was een goed idee. Dus thanks daarvoor. Chill. Dan vind ik zelf een tv-meubel niet heel mooi. Maar ja, op zich boeit dat niet heel veel. Het is gewoon een beetje jammer, maar ja. Het loopt ook niet zo schuin dat het veel schuiner liep. Het scheelt zeg maar van dit punt naar dat punt. Het scheelt 3 centimeter. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Ik dacht echt dat het 20 was, maar het is maar 3. Dus dat valt. Dan wel gerust mee. Ik heb wel nog een andere vraag. Dit is wel leuk, want eigenlijk zou ik... Kijk, wat je hier kan zien is leuk. Hier zie je, dat was eerst het verlaagde plafond. En in dat verlaagde plafond zaten spotjes. En om spotjes te kunnen hebben, moet je een verlaagd plafond hebben. Omdat er zeg maar dan, ja, zoals je hier ziet, zitten van die stopcontacten. Ja, dat kan je natuurlijk niet zo laten zitten. Dat is natuurlijk lelijk. Maar een verlaagd plafond is kut, want dan is het lager, vind ik. Ik heb liever dat het gewoon lekker hoog blijft. Dus voordeel, deze ding die je hier ziet... zijn lichtaansluitpunten. Ja mensen, jij hoort het goed. Lichtaansluitpunten. En dat houdt dus in, aangezien die op best wel goede plekken zitten. Ook hier zit er één. En daar waar dit is er ook één. En daar zit er eentje in de hoek, heel raar. Ik weet ook niet waarom. Maar dat betekent dus, en ik ben er wel blij mee, dat het plafond niet verlaagd hoeft te worden. Want ik kan alle lampen gewoon daaraan ophangen. Ik ga denk ik van die spotjes kopen, die je zo op het plafond plakt. Het zijn er dan 3. Ik zal even een foto en beelden. Moet je even in de comments achterlaten of jullie dat mooi vinden. Maar ik heb dus 1 vraag aan jullie. En dit is even belangrijk. Ik heb een lamp nodig. Voor boven de eettafel. Kijk, ik heb jullie verteld. De keuken komt zeg maar hier. Zo wordt, komt de keuken. Zo mooi. Dat is dan hier zo, zo. En dan komt hier de eettafel. Hier zo. Hier ergens zo. Zo. Eettafel. Daarboven moet een lamp. Nou is er 1 klein probleempje. Het lichtpunt zit hier. En als je hier naar beneden gaat, dan kom je hier uit. Maar dan zit je aan de zijkant van de tafel. Misschien een beetje in het midden, maar niet echt in het midden, denk ik. Want die tafel, die komt natuurlijk niet helemaal tot hier tegenaan te staan, maar een beetje er vanaf. Dus dan krijg je een soort van tafel met een lamp aan die kant. Een beetje links boven de tafel. Ja, en dat is echt lelijk. Dus ik moet nu iets gaan bedenken dat ik een soort van... een soort draad anders zo heb hangen, zodat ik hier de lamp naar beneden kan. Want ik wil eigenlijk de lamp hier hebben. Daar, op dat, precies waar mijn vinger is. Heeft iemand hier verstand van? Laat het dan vooral weten. Ik heb trouwens een paar berichten gekregen van mensen die tafels verkopen. Dikke SO naar jullie. Ik denk dat ik wel wat moois ga vinden. Ik wil gewoon zo'n mooie houten tafel, zeg maar, die iedereen heeft. Dat vind ik mooi. Want ik loop altijd mee met de menigte. Voordat ik het dak op ga, dit is echt wel de allerlelijkste brand dat ik ooit gezien heb. Wat een verschrikkelijk ding. Als ik binnendoor een trap mag doen, dan haal ik die echt weg, want het is echt zo lelijk. Besef ook van binnen hoe lelijk die trap is. Jezus, daar zit ik vol voor je raam. Echt verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Hartstikke idee. Mensen, er zijn 2 dingen die wat minder leuk zijn. Ten eerste, ik heb AIDS. Nee. Er is 1 ding wat leuk is. Rob zit niet in deze video. En 2 dingen wat minder. Het allereerst, zoals je ziet, er is nog geen dakterras. Ik heb dus een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een dakterras. En die hebben ze nog niet op gereageerd. Dus ik hoop echt dat ik een dakterras krijg. Wat in ieder geval van de gemeente mag. Anders ja, dat is toch gewoon echt heel erg jammer. Dus gemeente, als je dit kijkt. Lekker dakterrasie, dank u. De 2 dingen, dat is misschien nog wel. Kijk nou even, dit is al lekker zitten zo. Goh, dan hoop je toch dat je hier gewoon mag zitten ook zeg maar op een loungebank. In plaats van op een krakkemikkige stoel. Maar goed, het 2 is een groot probleem. Zoals jullie weten, ik moet 1 september uit huis. Want 1 september loopt het huurcontract af. Ik heb zeg maar 1 september is zeg maar de datum dat zeg maar alles af moet zijn. Zoals jullie zagen... het schiet nog niet echt op. En dat komt omdat dat vel wat we hier hebben, dat moet naar buiten. En om dat naar buiten te halen, heb je ook een vergunning nodig. Ja, je hebt overal vergunningen voor nodig. Nou ja, prima, dat is op zich geen probleem. Maar die vergunning heb ik nog niet. Oh. Want de straat moet afgezet worden om al dat puin naar buiten te halen. Maar het ding is dat elke week, zeg maar, die nu niks kan doen. Dat gaat, zeg maar, aan het eind gaat dat wel bij elkaar optellen, vrees ik. Dat is wel een klein beetje problematisch. Maar het is dus nu wachten dat al het vel naar buiten mag. En ja, ik hoop dat het volgende week mag. Het is vandaag, als ik het opneem, 20 mei. Ik hoop volgende week zou top zijn. Want dan kun je het ook zien als het helemaal leeg is. En ik ben ook super benieuwd. Hè? Want ja, er zit nu zoveel puin dat het best wel een soort van, lijkt op een bouwval. Oh, wacht! Dat is het ook. In ieder geval, mensen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Super fijn voor alle leuke reacties die we hebben geplaatst. En voor de niet leuke reacties. Ha, die krijg ik toch nooit. Iedereen houdt van mij. Ik hou ook van jullie mensen. De groeten, abonneer. Even op mijn kanaal. En zie ik jullie bij de volgende video. En ik heb binnenkort ook echt weer een hele leuke video op mijn kanaal. Dat is ongelooflijk. Mensen, bedankt voor het kijken. De groeten. Ik heb geen Ook kan ik chillen, altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film, mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook kan ik chillen, altijd kan ik chillen.